Net echt zo, toch? Een supercoole Sinterklaas surprise voor iemand die van springen houdt. Vind je ook niet? Hoi, welkom. Leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video. Een surprise video, want ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe je een trampoline surprise kunt maken. Een heleboel kids die zijn natuurlijk dol op trampoline springen. Lekker van die tricks en gave salto's maken. Nou, dat maakt het een super geschikte surprise voor Sinterklaas. En ik ga jullie laten zien hoe je zo'n trampoline surprise kunt maken. Nou, allereerst ga ik even beginnen met de trampoline zelf. En nou, ik heb alvast hier wat groen papier neergelegd. En daar heb ik een cirkel op getekend door een bord om te trekken. En die cirkel die ga ik even twee keer uitknippen. Daarom heb ik mijn blaadje dubbel gelegd, zodat ik maar één keer hoef te knippen. Zo, twee groene cirkels. Nou heb ik ook nog een zwarte cirkel, dat wordt de doek van de trampoline. Die is iets kleiner, want die ga ik straks op de groene cirkel plakken. En daarvan heb ik er maar één nodig, dus die knip ik ook nog even uit. Zo, ik heb nu de bovenkant van mijn trampoline en de onderkant. En deze twee, daar ga ik even een laagje tussenin maken. En dat ga ik doen door hier een randje karton te plakken. Nou, ik heb alvast een stukje karton, een strookarton heb ik afgesneden. En die is even breed hier. Ik heb hem 4 centimeter gemaakt. Nou, die vorm ik een klein beetje. En die ga ik hier op de rand van mijn ene groene cirkel plakken. En dat ga ik even doen met mijn lijmpistool, want dan blijft het lekker snel vastzitten. Nou, ik heb inmiddels een mooie holle trampoline. Ik ga er gelijk even mijn Sinterklaas cadeautje in verstoppen. En daarna de bodem erop plakken. Zo, nou die trampoline die ga ik nu even pootjes geven en die ga ik maken van ijzerdraad. Zo. Kijk, deze vorm hebben de pootjes dan. Nou, ik heb er in totaal 4 gemaakt. En die pootjes die ga ik nu even vastplakken op de zijkant. En dat ga ik ook weer doen met mijn lijmpistool. En daar kan de trampoline dan straks op blijven staan. Nou, kijk, hij staat al mooi op zijn pootjes. En nou ga ik met deze satéprikkers, en ik heb hier ook nog wat kippengaas, daarmee ga ik even het vangnet bij de trampoline maken. En die satéprikkers die ga ik net zoals de pootjes die ik er net onder heb geplakt ook even rondom plakken.
Nou, de palen die staan. Ik ga nu allereerst even deze rand afdekken met nog een laagje groen papier. En daarna ga ik mijn hekwerk eraan vastknopen. Kijk eens. Ziet er al mooi uit zo, toch? Nou, nu dat hek eromheen. Die uiteindes van dat kippengaas, dat ga ik gewoon even aan die stokjes vouwen. Kun je makkelijk buigen met je vingers. Moet wel even uitkijken, want het kan een klein beetje prikken natuurlijk. Zo. Nou, kijk eens. De trampoline die is nu helemaal klaar. In principe zou je de surprise zo al kunnen geven. Maar ik vind hem nog een klein beetje saai. Dus ik ga hem nog wel een klein beetje pimpen. En dat ga ik doen door hier een tuintje bij te maken. En ik ga hem ook nog een klein persoonlijk tintje geven. Maar dat laat ik straks zien. Nou, die tuin waar de trampoline in komt te staan, die ga ik maken van deze schoenendoos. Nou, die deksel die knip ik er even af. Die ga ik nog wel gebruiken. Kijk, dit wordt mijn tuin. Dan knip ik hier ook nog even een stuk vanaf. Het is net even iets te lang. Zo. Nou, en deze komt hier dan zo op deze manier in. En hier ga ik dan mijn tuintje van maken, waar ik dan uiteindelijk de toffe trampoline in kan gaan zetten. Nou, die doos die ga ik nu allereerst even bekleden met groen en blauw papier. Blauw van de lucht en groen van het gras. Zo, kijk eens. Ik heb een mooi tuintje gemaakt. Ik heb de binnenkant van de doos heb ik bekleed met blauw papier. En de deksel met groen papier. En ik heb ook nog wat gras uitgeknipt. Nou, de buitenkant van de doos, die kun je eventueel ook nog een kleurtje geven. Ik had nog een spuitbus liggen met zwarte verf. Dus die heb ik even gespoten. Maar je kunt hem natuurlijk ook beplakken met een kleurtje papier. Nou, de trampoline die ga ik hier straks inzetten. Maar voordat ik dat doe, ga ik allereerst nog even wat wolkjes maken. En daarvoor heb ik hier nog wat watjes. Die plak ik nog even in de lucht. Nou, kijk eens. Ik heb een mooie lucht vol met wolkjes. En nu ga ik tot slot die personal touch waar ik jullie over vertelde toevoegen. Nou, en dat is het volgende. Dat is een foto van degene voor wie deze surprise is. Een foto waarbij als het ware op de trampoline gesprongen wordt. En deze ga ik ook nog even uitknippen. Ik knip hem ook weer even dubbel uit. Zodat het papiertje extra stevig is. En deze foto die ga ik in de doos hangen. Zodat het net lijkt alsof degene voor wie deze surprise is echt op de trampoline aan het springen is. Nou, is dat niet leuk? Zo'n personal touch aan zo'n surprise? Zo.
Nou, en deze ga ik erin laten bungelen. En ik plak hem straks zo vast. En dan plak ik er overheen een watje, zodat hij goed blijft hangen. Zo, deze smeer ik ook nog even in met lijm dus. Nou, kijk eens. Daar bungelt hij. Ik ga de trampoline er ook bij zetten. Zo. Kijk nou. Net echt zo, toch? Een supercoole surprise voor iemand die van trampoline springen houdt. Vind je ook niet? Nou, hij is nu helemaal af en daarmee is er ook alweer een einde gekomen aan deze video. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. Zo ja, geef hem dan nog even een duim omhoog. En ga je nou deze surprise ook maken? Laat dan vooral even een reactie achter onder deze video en vertel me of die van jou ook zo goed is gelukt. Want dat vind ik super leuk om te lezen. En ben je nou op zoek naar meer leuke surprise ideeën? Kun je altijd ook nog even verder kijken op onze website. Dat kan via het linkje daar. Want dan vind je nog allerlei andere leuke tips en ideeën. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe video en ik hoop jullie dan allemaal weer te zien. Hoi!